Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, ambassadeurs België, Panama en Israël bieden geloofsbrieven aan president Santokki. Regering en leiding Grassalco buigen zich over knelpunten parastataal bedrijf. Aanpassing brandstofprijzen gebaseerd op wereldmarktprijs. Ministerie van Defensie legt in 2022 accent op operationele gereedheid leger. Onderwijs investeert in 2500 laptops voor leerkrachten binnenland. En operatie Veilig Suriname gaat de goede kant op. Het aanhalen van de banden met het buitenland behoort tot de prioriteiten van de regering om Suriname verder te ontwikkelen. In dit kader hebben in de afgelopen periode enkele ambassadeurs hun geloofsbrieven aan president Santokki overhandigd. Op donderdag 10 februari was het de beurt aan de diplomaten van het Koninkrijk België, de Republiek Panama en Israël. Kijkt u mee naar de volgende reportage. Well, good morning. Yes, I just handed my credentials. An amazing and moving experience for me as the Israeli ambassador, non-resident ambassador to Suriname. The relations between Israel and Suriname, first of all, very strong relations. And with the meetings that I had with His Excellency the President and with the Foreign Minister, we have spoken on avenues on how to strengthen those relationships. You know, Israel is a leading power in technologies when it comes to medicine, agriculture, water, high tech, in so many avenues. And we are looking to cooperate with Suriname in using our knowledge and our experience to strengthen the relations, the cooperation, bring businesses to Suriname. I am very optimistic, not just about the relationship between Israel and Suriname, but also about the prospects of Suriname in the near future. Thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you so much. It's a pleasure. I'm enjoying being here very much. Thank you. Okay, the relationship with Suriname and Panama will be very beneficial for both countries, since Panama is a hub of the Americas, and we for a long time has been in importing and exporting goods through the facilities that we have. We have 5 ports in Panama. We have the Panama Canal. We have a stable banking system. So this is going to allow us to do good businesses in Suriname, also in Panama. Voor eerst, het was een echte eer voor mij om vandaag mijn geloofsbrieven in persoon te kunnen overhandigen aan de president. Ik denk dat er heel veel op de agenda staat tussen onze twee landen. De relaties zijn altijd goed geweest, uitstekend zelfs. Maar ik denk dat we nu kunnen gaan naar een intensivering van de relaties op verschillende vlakken. Dus er staat heel wat op de agenda. En ik kijk echt uit om nu volledig... Na de overhandiging van de geloofsbrief volledig geaccrediteerd er het beste van te maken en ik ben zeer gemotiveerd. Het parastataal bedrijf Grassalco verkeert reeds geruime tijd in moeilijkheden. Dit mede vanwege een resolutie uit 2019, welke Grassalco scheidt van haar wettelijke inkomstenbronnen. De regering heeft aandacht voor deze situatie. In dit kader heeft de leiding van het bedrijf op woensdag 10 februari 2022 een vervolgontmoeting gehad met een delegatie onder leiding van president Chandrika Persat Santokki. Bij Grassalco is, je kan zeggen, één probleem.
Er is in 2019 een resolutie uitgevaardigd dat Grasalco scheidt van haar wettelijke inkomstenbronnen. We verdienen uit, omdat we onze concessie, de Royal Hill, hebben afgestaan aan IM Gold om te mijnen. En daaruit verdienen we een deel uit de winstdeling, dus uit hun opbrengsten. Een deel daarvan, 6,5%, wordt per kwartaal overgemaakt. En daaruit, voor laatst, voor 2019, ontving Grasalco 20%. En u moet denken in de richting van zeker 4 miljoen of meer US dollar per kwartaal, per 3 maanden. Reken daaruit 20%. Dan had je genoeg middelen om te investeren. Maar daarnaast gaat er ook nog een 2% naar onze Royal Mint account in Canada. En die middelen zijn ook geparkeerd voor zeker 15 jaar tot 2035 of 2034. Dat is het probleem geweest voor Grasalco, dat je niet kan investeren. Terwijl, als je kijkt naar die periode van meneer Akin Botto, dan heeft hij uitgezet een investeringsprogramma binnen Grasalco om het bedrijf zelf efficiënt te maken, dat het bedrijf zelf kan draaien op haar eigen inkomsten. Maar midden in die investeringsprogramma zijn die middelen weggehaald. Dus we zijn daar met nul komen te liggen. En natuurlijk zijn die programma's dan afgebouwd. En wanneer je zo afbouwt, je reservemiddelen wat je hebt, die gaat steeds opdrogen, want je blijft kosten hebben. Daarnaast hebben we gezien dat Grasalco verouderde apparatuur heeft om te produceren. We doen steenslag en goud. Beide operaties zijn ook in 2019 stopgezet, omdat ze toen net hadden uitgerekend hoeveel ze nodig hadden om die machines te onderhouden of onderdelen te vervangen of zelfs een nieuwe te kopen bij die crusher de Royal Hill. Die middelen zijn weggegaan, men heeft dat niet kunnen doen. Dus men heeft ermee gewerkt, gerepareerd tot het niet meer kon en men heeft allebei de stopgezet. Wij zijn gekomen en wij zeggen van oké, we gaan kijken wat we hebben overgenomen, inventarisatie, we gaan dan kijken hoe we het bedrijf uit die problemen halen. En dat is wat in stilte gebeurt binnen het bedrijf. De brandstofprijzen zijn aangepast. Dit vindt zoals gebruikelijk 1 keer in de maand plaats. Deze aanpassing vindt altijd plaats op basis van het gewogen gemiddelde van de marktprijs de afgelopen maand. Ook deze maand zijn de benzineprijzen bijgesteld. Voor diesel gaat de prijs bij de pomp van 17,95 naar 18,90 SRD. Dat is een stijging met 95 cent. Voor een liter ongeloden brandstof moet in plaats van 17,45 SRD nu 18,44 worden neergeteld. Dat is een stijging met 99 cent voor 1 liter. De stijging in de pompprijs voor februari is het gevolg van de ontwikkelingen in de internationale olieprijs. Deze is gestegen van 71,56 US dollar per barrel in december naar 82,61 per barrel in januari. Deze 15% stijging vertaalt zich in een pompprijsstijging van rond de 6%. Het ministerie van Defensie zal dit jaar het accent leggen op de operationele gereedheid van het leger. Dit benadrukte minister Krishnakumari Mathura tijdens een persconferentie op donderdag 10 februari. Zij blikte ook terug op de jaren 2020 en 2021. Deze jaren kenmerkten zich door inventariseren, bezuinigingen en het vaststellen van beleidsprioriteiten. Ik zal meer hebben over waar we het accent gaan leggen in dit jaar 2022. Laat me beginnen. De eerste 5,5 maanden van 2020 waren gericht op meer inventariseren, doorlichten, ondersteunen, bezuinigen.
zo kunnen we 2020 wat ons betreft kenmerken. Kijken van wat er was en starten met ordenen en inventariseren. 2021 is het jaar geworden van eigenlijk de prioriteiten vaststellen, de beleidsprioriteiten. We hebben toen ook het beleidsplan van Defensie vastgesteld voor de komende jaren. Een nieuwe legerleiding, de achterstanden inlopen, ondersteuning versterken, breed naar die samenleving vanwege COVID, maar ook vanwege het armoedevraagstuk, internationale samenwerking en operaties hebben we gestart. En 2022 gaan we eigenlijk is in het teken van de operationele paraatheid van het leger. De operationele gereedheid van het leger. En dat heeft drie componenten. Het eerste is personeel. De mate waarin het personeel van Defensie, het Nationaal Leger, van een krijgsmachtsdeel, bijvoorbeeld de luchtmacht, de marine of de landmacht, of van een eenheid, beschikbaar en geschikt is voor het uitvoeren van de grondwettelijke taken. Dus in dat kader kijken we op basis van ons beleidsplan en de 11 prioriteiten die we hebben gesteld van COVID, dreigingen, grenscontrole, binnenland, natuurlijke disasters, dus calamiteiten, immigratie. Al die zaken kijken we naar van, wat is de structuur? Is die structuur van het Nationaal Leger en Defensie gezond? En zijn we in staat met die structuur effectief onze doelen te realiseren? Wat is de formatie van die afdelingen? Wat voor competenties hebben de mensen op de diverse afdelingen? Hebben we voldoende specialisme in dienst en hebben we voldoende technische informatie in dienst? Dus zeg maar de kwaliteit en kwantiteit van Defensieorganisatie. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in de afgelopen periode enorm veel aandacht besteed aan het binnenland. Er is onder meer geïnvesteerd in laptops die beschikbaar zullen worden gesteld aan leerkrachten. Onderwijsminister Marie Leevens zei hierover het volgende tijdens een persconferentie op dinsdag 8 februari jongstleden. We hebben de afgelopen periode enorm veel aandacht moeten besteden aan het binnenland, dus aan het oosten van het land, vanwege de overstromingen, maar ook vanwege de planningen van de bouwactiviteiten en trainingsactiviteiten. U weet dat we bezig zijn met bouwen van praktijklokalen in het binnenland, zodat er praktisch onderwijs gegeven kan worden. Dat we een grote campus bouwen voor de studenten die uit Brokopondo en verre binnenland komen, met de internaat in Para bouwen we dat, zodat de studenten die elke dag van Brokopondo naar Lelydorp moeten reizen, nu een veel kortere afstand hoeven te reizen en zelfs in het internaat op Para kunnen blijven. Dus vanaf oktober is dat af. Het gebouw waarin u nu zit is net af. Dat is speciaal gebouwd voor het trainen van de leerkrachten. We hebben duizenden leerkrachten en we moeten leven lang trainen en blijven leren. We hebben 7 scholen in Brokopondo in voorbereiding. De scholen zien er heel slecht uit. En de 7 slechtste scholen in Brokopondo zullen worden gerenoveerd. De campus in Mungo is enorm belangrijk voor de kinderen die van Galibi komen en van Albina en van Bigistong en dus van het hele Marowijne gebied. Die campus in Mungo is half begonnen, maar we hebben afgelopen week
een mijlpaal bereikt bij de bouw van de grote campus. Dus we hebben enorm veel geïnvesteerd in het binnenland de afgelopen periode, wat ook nodig was, omdat er een enorme achterstand aan die kant was. Ook de leerkrachten zijn getraind en de eerste 2.500 computers gaan naar het binnenland voor de leerkrachten, omdat ze zo ver zijn en wij in contact met ze moeten blijven. En die computers zijn geen gewone computers, het zijn laptops waarop de lessen worden geüpload, zodat ze elke keer kunnen terugvallen op een stukje steun vanuit het curriculum dat in de laptops zijn geüpload. Het gaat wel de goede kant op, zo sprak minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie op dinsdag 8 februari in de Nationale Assemblée. De minister ging in op vragen betreffende het veiligheidsvraagstuk. Hij informeerde het parlement daarbij over de operatie Veilig Suriname, die volgens de bewindsman vruchten afwerpt. Ten aanzien van de operatie Veilig Suriname, en hier zie ik dat zaken zijn uitgegooid over de weken in januari 2022. En ik zie het aantal aanhoudingen. Ik zie bijvoorbeeld het aantal mini-roadblocks die zijn gehouden. COVID-PV's die zijn aangezegd. Bekeuringen. Ik zie zaken als het aantal lockdown-overtreders. Ik zie bijvoorbeeld boetes in de orde van 30.000 SRD aan COVID-opgelegde boetes. Ik zie dat er bijvoorbeeld ten aanzien van de processen-verbaal mensen die zijn bekeurd over de maand januari in verband met operatie Veilig Suriname, dan zit ik in de orde van 1600 zoveel PV's. En er worden natuurlijk ook andere zaken meegenomen. Ik zie bijvoorbeeld mensen die zonder rijbewijs rijden. Al deze zaken zijn meegenomen bij operatie Veilig Suriname. Worden meegenomen bij operatie Veilig Suriname. Maar wat we ook zien, is dat er drugs in beslag wordt genomen. Wapens worden in beslag genomen. Andere drugssoorten, zoals hashi, ecstasypillen, worden allemaal meegenomen, in beslag genomen, tijdens operatie Veilig Suriname. Dus het gaat wel de goede kant op, moet ik zeggen. We lopen enigszins terug in de aankopen. Er is een bepaald budget beschikbaar voor de operatie Veilig Suriname. En de aankopen, de inkopen, de benodigde materiaal en materieel voor de politie worden dus ook gedaan. Kijkers, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.